los van corona zie je dat de schuurpunten tussen mensen, partijen, ja, dat gaat af en toe over grenzen heen. Wat je natuurlijk vaak ziet in vraagstukken, dat is een van mijn tegeltjeswijsheden, zitten verschillende waarheden in vraagstukken, naast elkaar. En vaak wordt er maar één waarheid uitgetrokken en dan gaan we elkaar bestrijden met waarheden die eendimensionaal zijn, terwijl het vaak veel genuanceerder zit. Ik durf de stelling aan te gaan, politiek staat wel heel dicht bij de burger. Ja? Ja. Dat is echt een beeld wat continu op de politiek wordt en bestuur wordt gedaan. Als ik boodschappen sta te doen, spreken mensen mij aan. De bekendheid van wethouders in mijn vorige gemeente werd ook gemeten. En de meest bekende wethouder was degene die al 3 jaar weg was. Hè? Zijn ook van die statistieken. Nee, maar ook hiervan geldt. Je concurreert natuurlijk tegen een enorme mediakracht van bekende Nederlanders en de politiek is weinig in beeld. En zeker de lokale politiek is weinig in beeld. Met alle respect wat u ook aan het doen bent. Maar dat is natuurlijk gewoon een waarheid. Ik moet concurreren tegen de 3J's en noem maar op in de huiskamer. En er zijn een heleboel mensen die zeggen, joh, die stad die wordt prima bestuurd. Dus het beeld dat mensen je niet kennen wil niet zeggen dat ze altijd zeggen, het klopt niet. Dus waar vinden wij de ruimte om nog te bouwen? In Barneveld. Dat is voor een gedeelte ook in de regio, maar dat is een gedeelte ook in de lucht. Ja. Nou, en in het beeld van de lucht krijg je natuurlijk de keerzijde daarvan. Je trekt ook weer een aantal discussies bij elkaar. Ja, want degene die... Daarom haal ik het ook in alle rustigheid weer uit elkaar. Zo, aan het einde van het jaar is dat natuurlijk altijd bijzonder om even terug te kijken. Maar we kijken ook terug op een heel bijzonder jaar. Vanochtend zat ik voor mezelf nog eens terug te redeneren van, nou ja, wanneer ben je nou met het woord corona begonnen? Dat was niet helemaal in maart pas, want het was bij ons in het gezin en al eerder in beeld. U zei het al, we zijn er thuis ook mee geconfronteerd. Ja, in eerste instantie doordat internationale wedstrijden niet doorgingen. Ja. Begin maart zou er nog een wedstrijd in Rusland zijn. De Italianen zeiden af en dat is het gebied van Bergamo, waar schaatsers uitkomen. Dus toen kregen wij al de signalen, dit gaat niet goed. Nou, uiteindelijk gaan wij ook mee in de lockdown. Thuis, scholen dicht, thuisonderwijs. Ik een beetje werken op het stadhuis, veel vanaf uit huis. Mijn echtgenote heeft zich beschikbaar gesteld om weer in de verpleging actief te werken op de intensive care. Ja. Zat wel in de zorg, maar voelde een enorme drive om gehoor te geven aan de roep om personeel. Absoluut, absoluut. En dan gaan we in de zomer, gaan we ook op vakantie, dan zakt het weg. En dan na de zomer in september werden wij als gezin geraakt dat een van mijn kinderen positief was. Dus wij ook in quarantaine. Ja. Maar dat was nog het beeld van het begin van de tweede golf. Ja. Ook als burgemeester heb je er enorm mee te maken. Want waar je gewend bent bij mensen thuis langs te komen, vooral bij de hoogtepunten, maar ook op het moment dat er verdriet is. Dat soort elementen worden ver teruggeschroefd. Ja, en dan het gekke dat je op dat soort momenten graag even letterlijk elkaar even vast zou willen pakken of een schouderklopje zou willen geven. Doe je het op afstand? Dichtbij zou willen zijn, moet je nu. Ja, maar dat weet je wel te overbruggen. Nee, maar dat weet je wel te overbruggen. Op het moment dat ik uiteindelijk weer bij mensen thuis langs kon gaan, weliswaar meer met de coronamaatregelen. Ja, dan merk je dat mensen dat enorm op prijs stellen. Ja. Juist ook omdat ze toch ideeën hadden. Ons 60-jarige feest, dat gaan we groot vieren. Dat wordt allemaal teruggeschroefd. En dan uiteindelijk in een hele kleine kring. En dan, ik had op een gegeven moment een gezin waar dan mochten op een gegeven moment nog maar 3 mensen op een dag langs. Ja. En dat was net 2 dagen ervoor bekend geworden. En dan denk ik, ja, ik ben overbodig. Want als ik al binnenkom, dan is het 3-1. Ja. En dan zit je bij die mensen aan de tafel. En dan zijn ze zo dankbaar je komt. Ja. Terwijl de familie, de kinderen, staan buiten onder het balkon. Hè? Dus, en dan voel ik me misschien wel bezwaard. Ja, precies. Maar uiteindelijk ben ik voor de mensen dan toch nog het kleine... Toefje op een hele moet magere taart. Het moet een gevoel zijn als je merkt dat dat zo belangrijk is. Ja. Maar dat is sowieso als burgemeester. Als je bij mensen thuis komt, dat wordt door heel veel mensen als een waardering gezien, als iets, een plus. Terwijl ik denk, ik ben ook maar iemand die ook gewoon zijn boodschappen moet doen en de was moet vouwen en al dat soort dingen. Ja. Maar dan juist in deze tijd ervaar je nog een keer hoe belangrijk het is. Wat heeft het voor Amersfoort betekend? Wat in politieke zin bijvoorbeeld? Ik moest op een gegeven moment zelf in lockdown, in quarantaine. Dus niet bij de vergaderingen aanwezig zijn. Nee, dat is echt een misvatting. Ik heb op een gegeven moment letterlijk vanuit mijn woning
15 uur achter elkaar achter een computer gezeten. Alle vergaderingen. Dus niet alle letterlijk zelf bij de vergadering aanwezig te zijn, maar wel digitaal. Ja, maar dat waren voor het algemeen al digitale vergaderingen, maar dan doe je het vanuit huis allemaal. Ja. Dus je bent weliswaar aanwezig, maar digitaal. Nou, dan heb je vierkante ogen na zo'n dag van 15 uur. Plus dat je inderdaad ook dan toch merkt dat het wel een mooie oplossing is, maar dat het... Nee, dat persoonlijke contact. Ja. Nee, maar dat was vanaf het begin was dat helder. En dat was denk ik ook een van de ingewikkeldheden ook voor de gemeenteraad. Kijk, het hele proces van een gemeenteraad is de discussie, het gesprek en het stemmen. Dat wordt allemaal bij elkaar. Ja, dat wordt uit elkaar getrokken. En daar zie je hoe ingewikkeld het is. Dat bleek ook heel ingewikkeld. Ja. En op een gegeven moment meenden zelfs een paar partijen ter plekke te moeten zeggen van nou vinden we het voldoende, we vertrekken. Ja. Dat was wel het toppunt, denk ik. Ik weet niet welk woord qua punt het moet zijn, maar het was geen feest. Het was voor niemand makkelijk. Het was ook voor degene die wegliepen was dat niet makkelijk. Ja. Het was voor degene die achterbleef was het niet makkelijk. Het was voor mij als burgemeester niet makkelijk. Zeker ook omdat het onaangekondigd gebeurde. Ja. Maar ja, je ziet dan, ik zeg het maar, het woord coronamoeheid zie je ook in zo'n gemeenteraad binnensluipen. Ja. Los van corona zie je dat de schuurpunten... tussen mensen, partijen, dat gaat af en toe over grenzen heen. Ja. Beschadiging van mensen, ook via internet, social media. En wat mij betreft, kijk, het debat mag wat mij betreft scherp zijn, hard zijn. Ja. Maar het moet wel met respect gebeuren. Ja. En je ziet op momenten dat het respect wegzakt, weg is, dan spreek ik mensen wel op aan. Ja, terecht, dat is ook een taak. Ja, het enige is, kijk, als je dat vergelijkt met voetbal, dan kan je gele of rode kaart trekken. Alleen als burgemeester kan je alleen maar... Proberen. Ja, maar je kan iemand het woord ontnemen in de vergadering. Ja, maar dat is wel het ingewikkelde waar je dan mee te maken hebt. Nee, weet je, en ik heb wel een VAR, ik kan af en toe vergaderingen terugkijken. Denk ik van, goed, maak ik een goede beslissing. Ja. Hè, dus dat doe ik ook wel eens voor mezelf. Dat ik denk, Ja. En dan vooral om te kijken hoe de technische leiding was. Ja, maar goed, weet je, je moet, kijk, in een vergadering zit je zowel te luisteren, maar ook het non-verbale hou je in de gaten. Mm-hmm. Dus dat leg ik ook wel eens uit. Op het moment dat ik iemand al naar een microfoon zie lopen, dan hij of zij heeft niet het recht op het woord, dan maak ik al een opmerking in dat non-verbale momentum. Ja. En dan daarmee kan je ook wel eens voorkomen dat het adrenalinegehalte via de microfoon ervan afspat. En dat heb je natuurlijk in een totale digitale vergadering, heb je dat dus niet. Toch hoor ik dan vaak dat ze elkaar bijna het vel van de bek halen. Ja. En dan denk je, joh, maar je had toch min of meer in ieder geval hetzelfde doel voor ogen, dat die stad mooier en... En dan toch zo ontzettend nadrukkelijk van mening kunnen verschillen. Ja, maar dat je van mening verschilt, daar zit het punt in niet. Want dat is een onderdeel van de democratie. Je kan er verschillend tegen aankijken. En wat je natuurlijk vaak ziet in vraagstukken, dat is een van mijn tegeltjeswijsheden, zitten verschillende waarheden in vraagstukken, naast elkaar. En vaak wordt er maar één waarheid uitgetrokken en dan gaan we elkaar bestrijden met waarheden die eendimensionaal zijn, terwijl het vaak veel genuanceerder zit. Ja, en dat is natuurlijk ook een onderdeel van de social media, onderdeel van... Als dat een tegeltjeswijsheid is, dan zou die tegeltjeswijsheid toch ook minimaal ook bij al die 39 raadsleden in Gedals moeten zijn. Dat zijn toch ook voor het grootste deel geen domme jongens of domme meisjes? Nee, absoluut niet. Maar ja, soms is het makkelijker uiteindelijk maar met één waarheid het gesprek dan wel het debat in te gaan. Ja. Op zich, de politiek staat sowieso in zijn totaliteit, vind ik wel, wat op de tocht. Als je ziet van hoeveel betrokkenheid er is, maar ook hoe die soms onder druk komt te staan, net door de sociale media. Maar ook als je ziet bijvoorbeeld wat een Pieter Omtzigt dan landelijk nu met grenskeleiden samen boven tafel haalt, dat denk ik niet het vertrouwen in de politiek in het algemeen. En het interessante is dat Pieter Omtzigt en Renske Leijten laten zien hoe belangrijk ook de controlerende taak is van een Tweede Kamer. Hoe belangrijk ook de media is. Dus je kunt het aangeven, de democratie is ook ingewikkeld. Vraagstukken zitten ingewikkeld in elkaar. Mm-hmm. Dus je kunt zeggen, haken mensen af. Of zie je de mensen ook, dit heeft dus wel zin. Mm-hmm. En meet je het af naar de opkomst bij verkiezingen. Of zie je de activiteiten als er inspraakavonden zijn. Weet je, er zijn allerlei waarheden ook hier weer naast elkaar. Ja. Dus er is nog steeds geen beter systeem uitgevonden dan democratie. Ik denk zelf wel eens, ik weet niet hoe dat hier aangeeft, maar
dat je misschien met een soort zakelijk college zou hebben, dat je met een hele raad een plan voor de komende 4 jaar maakt. En dan op grond van dat hele plan zegt, oké, en dan zijn dit de wethouders die we erbij nodig hebben. En dan kunnen we vakwethouders inhuren die de hele raad dan ook kan controleren. Want je hebt hem tenslotte voor die taak ingehuurd. Nee, maar dat vind ik sowieso. Nee? Een college moet gecontroleerd worden door de hele raad. Ja. En we hebben in het Amersfoortse een coalitie en een oppositiesysteem. Maar dat wil zeggen dat het college is voor de hele raad en van de hele raad. Ja. Dat is één. Twee. Maar het dualisme is nee, toch... Maar even verderop. Hè? Want er zijn genoeg voorbeelden uit gemeenten dat men een raadsakkoord heeft gesloten. Nou, dat is ook niet altijd makkelijk. Mm-hmm. En bovendien, binnen de 4 jaar kan de samenleving ongelooflijk veranderen. Kijk nu naar corona. Wat voor veranderingen we in die samenleving krijgen. Ja. Was dat in 2018 te voorspellen? Nee. Antwoord is nee. Dus dan moet je dan weer zo'n akkoord gaan lopen openbreken. Ja. Welk systeem je kiest, er zit altijd... Voor en nadelen aan. Ja, ja. U bent voorzitter van het college, maar ook voorzitter van de raad. En dan vraag ik me vaak af, wringt dat niet? Is dat op het moment dat het natuurlijk de eigen portefeuille betreft, dan is het logisch dat er even iemand anders instapt. Maar in zijn totaliteit word je natuurlijk, als voorzitter, geacht te zorgen dat het college zo goed mogelijk functioneert. En dat de raad zo goed mogelijk functioneert. En die twee die moeten elkaar wel fix ook, in de raad. Ja, maar dat was ook zelfs in het monistische systeem voor 2002 ook het geval. Ja. Soms kun je zeggen het is een Houdini-act die je aan het opvoeren bent. Ja. Ja. Maar tegelijkertijd merk je... Zo voelt u dat? Nee. Soms lijkt het wel eens. Ja. Nee. Je moet voor jezelf echt de verschillende rollen op het moment dat je ze in moet vullen of invult, moet je voor jezelf heel scherp hebben. Ja. Dus als in de gemeenteraad een wethouder verkeerd antwoord, schuine streep, niet goed antwoord of respectloos naar een raadslid zou zijn, dan wordt die wethouder ook aangesproken door mij. Ja. Amersfoort groeit. Vandaag ook weer in de krant, mensen uit Amsterdam, goede stad, noem op, maken een keus. Dat betekent dat de druk op de woningmarkt is groot. Wat is het? 8 jaar, 10 jaar wachten op een sociale huurwoning. Mensen met een krappe beurs moeite om een koopwoning te vinden. Dus er is reden om te bouwen. Nou, als je de grondoppervlakte van de gemeente Amersfoort neemt, zijn we misschien ook absoluut een kleine gemeente. Ja. Als je dat vergelijkt met Barneveld, zijn we een heel klein grondoppervlakte. Ja. Dus waar vinden wij de ruimte om nog te bouwen? In Barneveld. Dat is voor een gedeelte ook in de regio, maar dat is een gedeelte ook in de lucht. Ja. Nou, en in het beeld van de lucht krijg je natuurlijk de keerzijde daarvan. Ja. Nou, toen ik kwam als burgemeester had je de Hoge Weg. Als je nu die stad binnenkomt, dan geeft dat ook een andere allure. Er staat een fantastisch sportcomplex met de Amarena. Dit Schuinenburg, sommige stukken moesten echt gewoon aangepakt worden. Daar staan nu flats. Ja, sommige mensen zijn het is met te hoog. En andere mensen zeggen het is fantastisch wat daar gerealiseerd is. Maar de keerzijde is als je dat niet zou doen, dan ga je steeds verder het groen in. En dat is dus een van die dilemma's waar die stad mee te maken heeft. Ja. Op enig moment hoorde ik een landbouwmeester zeggen van luister, als je dus een beperkt deel van de landbouwgrond die er is, zou bestemmen voor het bouwen van woningen, dan hadden we het probleem heel snel opgelost. Ja, maar nu trekt hij ook weer een aantal discussies bij elkaar. Dat is een gewoonte van me. Ik ben een Daarom haal ik het ook in alle rustigheid weer uit elkaar. Nee, maar landbouw is een onderdeel van onze samenleving, ook in de regio Amersfoort. Op het moment dat die stad en de druk op die woningmarkt groter is, en dat geldt niet alleen voor Amersfoort, maar dat geldt ook voor Soesterberg enzovoorts, dan komt er ook druk, Woudenberg, ook op die landbouw. Ja. Nou, dan probeer je een evenwicht te krijgen. En het is niet alleen maar landbouw, maar het gaat natuurlijk ook om recreatie, natuur. Nou, dat probeer je in een bepaalde evenwicht te krijgen. En je kunt zeggen, bepaalde delen van Nederland zijn minder druk. Ja, maar daar is de keerzijde van. Dat zit dan ook vaak te ver weg van werk. Mm-hmm. Dus je moet ook dat weer in een bepaald soort evenwicht brengen. Ja. Dus gaan we als antwoord voor een deel de hoogte in. Vorig jaar rond deze tijd kregen we de uitslag van de inventarisatie van de vragen aan het college. Ja. We hebben over de politiek en wat mij op enig moment triggerde was, heeft het stellen van vragen aan het college nog wel zijn politieke functie, heeft dat nog wel zijn politieke kracht? En toen werd dat uitgezocht en geïnventariseerd. En ik schrok zelf eerlijk gezegd van de uitkomst toen om te zien hoeveel vragen er niet op tijd en hoeveel vragen
en niet volledig of enzovoorts maar, beantwoord werden. En toen zei ik tegen u, daar wil ik best het gesprek over voeren. Ja. Maar ook hier zitten verschillende waarheden in hetzelfde vraagstuk. Ja. Want u zegt ja. Belicht ze wat mij betreft even af. Ja, ik leg ze in de nutshell toe. Vragen worden ingediend en die moesten binnen zoveel 28 werkdagen of 28 kalenderdagen, zaten de weekenden bij, beantwoord worden. Ja. Nou, als je ze op een donderdag indient, dan heb je ook weer te maken wanneer iets op een college kan komen. Ja. Ben je minimaal al een week in het interne circuit bij. Dus het maakt al uit wanneer je hem indiende of dat je überhaupt aan die 28 dagen. Dan is de volgende vraag, hoeveel van die vragen waren dan net voorbij de 28 dagen? Nou, dan zag je tussen 28 en 35 zat een gedeelte. Dan een stuk soms langer dan 35 en soms ook gewoon veel te lang. Extreem lang. Ja, maar als u zegt een vraag telt voor één mee in het systeem, maar sommige vragen bestaan uit 50 vragen, deelvragen, en sommige maar twee vragen. Nou, ik weet niet of u het bij middelbare school, maar als je 50 vragen moest beantwoorden, ben je langer bezig dan met twee vragen. Heb je iets meer tijd voor je repetitie nodig? Ja, en sommige antwoorden heeft de gemeente niet tot de beschikking. Die moeten extern gehaald worden. Er zit een vertraging in. En er is een beeld dat ambtenaren de hele dag zitten te wachten. Er worden schriftelijk vragen gesteld. Nee, die zijn ook hard aan het werken met andere zaken. Dus, en dan is iemand... daarom zeg ik ook, dat zijn de waarheden naast elkaar. Ja. Als er één iemand in feite binnen de gemeenteorganisatie het antwoord moet opzoeken en diegene is ziek, dan zit je al in een vertraging op zo'n vraag. Dus aggregeert dat in één cijfer, de vragen, zoveel procent is te traag beantwoord. En dan zeg ik, nee, zoveel procent is binnen de tijd beantwoord. Zoveel is net niet op tijd beantwoord als gevolg van het systeem wanneer je het inricht. Sommige vragen hebben meer tijd nodig, omdat het aantal vragen in de set veel groter is dan u en ik van tevoren weten. En dan krijg je nog dat een aantal raadsleden zeggen, ja, ik stel de vraag en ik krijg niet het goede antwoord. Nou is de vraag ook dan, is de vraag zo helder gesteld dat je ook het goede antwoord krijgt wat je wil? Ja. En ik kan met u discussiëren, wat is dit? Is dit rood? Ja, is rood. Maar indruk wekt het wel. Ja. Maar dit is, wat is dit? Welke kleur is dit? Ja, dat zit er een beetje tegen. Ja, is dat, dus als wij zeggen dat is rood en de raadsleider zegt nee, het is toch minder rood, dan krijgen we daar ook een discussie over. Ja. Dus daarom zeg ik ook, dit is de waarheid bij al die vragen. Dat gaan we helemaal niet om te zeggen van, die heeft iets niet goed of die heeft iets niet goed gedaan. Maar waar mij om gaat is, ik vroeg mij af, of het een goed instrument is. Ik denk dat het en of we het goed ingericht hebben. Want op het moment dat je als organisatie dus blijkbaar te veel vragen krijgt, moet je afvragen hoe komt het dat we zoveel vragen krijgen. En als je de tijd niet hebt om ze te beantwoorden, moet je zeggen, moeten we misschien gewoon meer tijd. Ja, maar meneer Lampen, nu krijgen we ook een aantal andere dingen. Want we zeggen... Nog meer kanten. Ja, nog meer kanten. Want als wij 100 ambtenaren hebben en we zouden 10 ambtenaren extra moeten hebben alleen om de vraag te beantwoorden, moet dat wel betaald worden. Ja. Dus dan is de keerzijde van dat uw OZB misschien omhoog gaat. Wilt u dat? Ja. Dus dat is de gemeenteraad die daar ook een keuze in maakt. Dus dat komt mee. Het feit dat er vragen gesteld worden is een onderdeel van een democratisch proces. En we weten dat vragen ook een aantal media-aandacht gaat krijgen. Dus de neiging om vragen te stellen heeft ook te maken met dat je daarmee ook kan laten zien, hey, ik ben heel actief. Daar is niks mis mee, maar de keerzijde daarvan is wel dat ze beantwoord moeten worden. Ja, maar daarom is het toch goed dat we het er nog even over hebben, omdat je wil begrijpen wat er gebeurt. En als ik die cijfers zie, dan zeg ik, zoals ik zei, ik schrik ervan. En als je dan op een gegeven moment daar met verschillende mensen over praat, dan zeg je van ja, dat kan me voorstellen. Ja. Alleen mijn vervolgvraag zou dan zijn, moet je dan het systeem aanpassen? Moet je dan zeggen van, hey joh, als we te vaak over die tijd heen moeten gaan, moeten we dan bijvoorbeeld afspreken dat je vanaf dat moment tot dat moment... Maar dat is nu ook gebeurd. Ja, dus nou, er is gewoon gedeeld. Dat is gewoon gezegd, hey, eigenlijk die 28 kalenderdagen, dat is te kort. Dus we hebben dat in goed overleg met de raad gezegd, dat moet ietsje langer worden. Dat wil niet zeggen dat een aantal vragen ook wel eens te lang bleven liggen. Ja. Dus daar hebben wij als gemeente, als college ook gezegd, die moeten sneller beantwoord worden. Dus daar zit meer druk op. Maar dan laat nog onverlet dat als je 50 vragen stelt, dat er wel hoeveelheid tijd voor moet zijn. Ja. En dan hebben we ook weer te maken met ambtelijke capaciteit. Als u de 50 vragen noemt, dat zijn dan de vragen naar aanleiding van het feit dat de raad bepaalde dingen niet wilde onderzoeken, neem ik aan. Nee, dat en is niet... En dat vervolgens die zeggen, dan stel ik ze gewoon als vraag. Ja, maar dat is niet alleen het dossier Amando, want daar verwijst u dan, maar het zijn ook andere vragen. Ik denk dat ik daarnaar verwijs. Ja, maar ik kan ook nog het dossier Vosheuvel, zijn ook 4 zitsvragen, een heleboel gesteld. Ja. Het gaat mij ook niet om degene die ze stelt, maar het gaat over het instrument dat je gebruikt.
En of je het instrument misschien niet misbruikt. Nou, dat dus als wij tegen de raad zeggen, maar met die vragen, dat is eigenlijk een parlementaire enquête of een raadsenquête. Ja. Dan moet eigenlijk dat, en dan ga je van het individuele recht van een raadslid, ga je naar een collectief recht van, van de gemeenteraad. Ja. En dat moet door de gemeenteraad afgesproken worden. Dus wij kunnen dan alleen maar als college eigenlijk zeggen, ja, maar individueel raadslid, die kunnen we niet beantwoorden. Als er een raadsenquête moet komen, dan moet... Maar moet de raad het vinden, moet het college dat niet vinden. Wat mij ook nog bezighoudt is dat ik zie dat er met enige regelmaat dossiers geheim worden verklaard. En dan denk ik wel eens, is dat nou meer dan dat dat vroeger was? Of is dat noodzakelijker geworden dan dat het vroeger was? De eerste vraag is van, u zegt dossiers. De vraag is of er onderdelen van een dossier geheim worden verklaard. Mm-hmm. Volgens mij, ik heb ze niet getalsmatig op een rijtje staan, maar volgens mij is het niet meer dan in het verleden. De vraag is of er een zakelijk belang van de gemeente Amersfoort is, wat je zou kunnen schaden door dingen openbaar te doen. Bijvoorbeeld in het kader van een aanbesteding of in het kader van een juridisch conflict of wat dan ook. En dan kan het zijn dat bepaalde dingen wel beschikbaar worden gesteld, maar dan krijg je ook dat er heel veel zaken zwart gelakt kunnen worden. Dat is ook wel, wel ingewikkeld voor raadsleden om op die manier dan te praten. Dan denk ik, dan is het interessant om in beslotenheid over te praten, want dan kan je veel beter de inhoud met elkaar delen. Anders krijg je ook gemankeerde discussies erover. Dus, maar dus maakt het feit dat je het geheim verklaart, dus je mag het wel inzien, maar je mag er vervolgens niet meer over praten, in ieder geval niet in het openbaar. Nee, juist niet in het openbaar, maar daarmee kan je dus wel bijvoorbeeld het college of een burgemeester ook in het geheim of in de beslotenheid daar vragen over stellen, want daar kan je ook verantwoording afleggen. En soms heb ik ook wel eens, ook als burgemeester, wel eens ingewikkelde dossiers waar ik niet in de openbaarheid over kan praten. Ja. Maar waarvan wel van belang is dat de gemeenteraad met mij daar het gesprek over zou kunnen voeren. Ja. Ja. Omdat dat juist ook de gemeenteraad helpt om op een gegeven moment ook bepaalde ingewikkeldheden mee te voelen. Ja. Dus als er zaken geheim verklaard worden, dan is daar meestal een hele goede zakelijke reden voor om bijvoorbeeld je concurrentiepositie of wat dan ook niet in. Concurrentiepositie zit ook vooral op het punt van aanbesteden. Ja, maar het kan ook zijn in een zakelijk conflict wat er is. Hè, dus, maar daar zit het, daar hikt het vooral. Ja. Op het moment dat je nog in een juridische discussie bent met een partij, dan is het niet handig om in zo'n juridisch conflict. Ik weet niet of u wel eens. Zolang het onder de rechter is, moet je sowieso proberen. Misschien klaverjast u ook wel eens. Ja, als je al die kaarten brood ook op tafel legt, dan is het vrij simpel om het spel te spelen. Dat is sowieso. Misschien heeft u ander kaartspel wat u graag speelt. Ja, nee, ik speel helemaal geen gezelschapsspelletjes. Ik heb een hele klaar. Ik ben beschikbaar hoor. Ik kan het heel snel aanleren. Ja. Even vooruitkijken naar het komend jaar. U gaat zich wel in laten enten zo gauw dat kan. Ja, ik zit denk ik in de categorie 60 plus. Nou, dat niet denk ik, dat zit ik zeker. Leeftijdstechnisch zit ik daar. Wel even bij. Ja, nu is het beeld van het eerste vaccin is nu toegelaten. Ik ben ervan overtuigd dat er dadelijk een hele grote bubs gaat komen als er meer worden toegelaten. U daar als stad en als burgemeester ook nog... Ja, daar zijn we al hard mee bezig. Bezig. Waar moet ik aan denken? U moet zich voorstellen op lokaal niveau... Nou, ik moet je voorstellen, de GGD speelt een hele belangrijke rol. Gaan de huisartsen een belangrijke rol spelen? Waar kan het fysiek plaatsvinden dat er ingeënt kan worden? Nou, de afgelopen tijd in de herfst ook de griepinjectie. Voor een aantal huisartsenpraktijken is dat op de locatie zelf vrijwel onmogelijk gegeven op corona. Dus doorstroomlocatie, daar kun je ook bij helpen. De communicatie kan je meedoen. En dat soort plannen worden nu al bekeken, gemaakt, ontwikkeld. Locaties. Dus, en dan zal ik u nog één ding verklappen. Ja? Maar dat is ook hartstikke interessant om te zien. Bepaalde processen zijn vergelijkbaar. Ja. Want wij moeten in maart ook gaan we weer stemmen voor de Tweede Kamer. Ja. Dus we moeten bijvoorbeeld stembureaus hebben. Ja. Nou, ik kan nu al verklappen dat een aantal stembureaus anders zal zijn. Of op een andere plek zal zijn. Ja. Omdat een aantal plekken waar mensen altijd gewend waren te stemmen niet voldoen aan het doorstroomprofiel wat je nodig hebt. Waar kijken we naar uit in het komende jaar? Ja, dat klinkt heel raar dat ik gewoon mensen weer een hand mag geven. Ja, dat is niet zo raar klinken. Het is zo, maar het is zo'n menselijk beeld als we dat weer zouden kunnen. Het ervan komen? Ja, gaat er zeker van komen. Ja, ik heb er alle vertrouwen in. Okay. Dat wil niet zeggen dat we nog door een flinke golf aan het gaan zijn. Dat we ook nog heel wat mensen zullen overlijden. Want de kwetsbaarheid van het leven wordt natuurlijk heel erg zichtbaar. Een aantal bedrijven zal het ook niet redden. En dat snijdt je door merg en been. Dat je weet mensen eigenlijk hun ziel en zaligheid in een bedrijf hebben gestopt. En het verdampt, het smelt als sneeuw voor de zon.
Dus we zijn er nog niet, nee. Maar in 2021 gaan we wel het verschil merken. Zijn er ook positieve punten, winst, voor zover je daar überhaupt over zou kunnen spreken, al te benoemen voor wat er gebeurt? Nou ja, dat hoor ik ook uit de stad. Hè. Er zijn mensen die initiatief nemen om op dit moment ook kerstpakketten te brengen bij 70-jarigen. De plusbus die brengt de pakketten. En ja. Ook mijn schoonmoeder zegt, goh, ik heb nog nooit zoveel aandacht gehad. Maar ja. Ook in het complex waar ze woont, er worden meer kaarten gestuurd. Ja, ja. Dus je ziet dat mensen ook voor dat soort details ook oog hebben. Ja. Ja. Tegelijkertijd zie je ook mensen meer contact met buren hebben. Dat zagen we vooral in de eerste golf. Mm-hmm. Maar goed, als dadelijk het normale leven weer gaat, dan zullen we ook zien, wat heeft het verenigingsleven merkt ervan? Gaat dat weer helemaal tot wasdom komen? Gaan we toch dingen anders doen? Ja. En we weten ook dat bepaalde zaken gaan we niet meer verliezen. Hè? Het ook digitaal vergaderen op afstand. Ja. Nou ja, dat kan voor een aantal vergaderingen kan dat prima. Ja. Het heeft natuurlijk wel ertoe geleid dat we met z'n allen nu eindelijk dat thuiswerken serieus zijn gaan nemen. Ja, wel, maar daar en daarmee ook de luchtvervuiling natuurlijk. En de files. Ja, maar dan zien we weer een paar waarheden en werkelijkheden naast elkaar. Ja. Dan blijf ik als een tegeltjeswijsheid erin douwen. Ja. Ja. En natuurlijk, dat thuiswerken dat heeft voordelen. Maar we zien de keerzijde ervan dat heel wat mensen die gewend zijn ook om dat sociale aspect van het werken, kopje koffie enzovoorts, die missen dat. Er ontstaat ook heel veel eenzaamheid op de digitale werkvloer. Heb ik iets niet gevraagd wat ik wel had moeten vragen? Of iets waarvan je zei, ja, dat heb je dan niet gevraagd, maar dat had ik wel willen vertellen? Op maandag 11 januari om 20:21, met een knipoog, dan hebben we een live talkshow vanuit het Eemhuis. En dan zitten we ook in een soort studio setting. Jeroen Stomphorst en ik mag er zelf als tafelheer bij zijn met een aantal gasten. En dan proberen we toch als Amersfoort start van dat belangrijke jaar te maken. Nieuwe jaar te maken. Wat wenst u iedereen voor de kerst nog? Ervan uitgaande dat u het allemaal voor de kerst op YouTube zet. Amersfoort gezien toch? U wil niet weten hoe snel wij zijn. Ja, nee, daarom. Nee, maar ik hoop dat mensen uiteindelijk toch de warmte ervaren. Ook al is het een kleine setting van dat belangrijke feest. Ook al ben je niet kerkelijk, maar het is meer dan alleen maar de kerkelijke verhaal. Omkijken naar elkaar. En kijk dan ook eventjes verder dan alleen je eigen voordeur. Kijk ook even naar de mensen links en rechts tegenover je. En dan gaan we langzaam naar oud en nieuw. En dan zien we elkaar weer in het nieuwe jaar. Ja, al of niet digitaal. Ook digitaal. Ook digitaal. Mooi. Nog thee. Ik heb volgens mij ook de theetaksel vandaag achter de rug.